Een hele goede morgen allemaal. Mijn naam is Ilona Buijzenmarkt hier bij Xaris. En ik heet jullie van harte welkom bij het webinar Trends en Inzichten voor 2022. Dat we vandaag samen met onze partner Voyado gaan verzorgen. Graag stel ik jullie voor aan Matthijs Ruigrok, Sales Manager bij Voyado. En Sander Hobbel, mijn collega, is Account Manager bij Xaris. Komende half uur nemen Sander en Matthijs jullie mee in de index die Voyado heeft uitgebracht en welke learnings daaruit te halen zijn. Ze geven daarbij wat concrete voorbeelden waar je als het goed is direct mee aan de slag kan. Heb je in de tussentijd vragen, gebruik dan even de chat. Die proberen we ook tussendoor in de gaten te houden. En ook aan het einde is er natuurlijk nog volop gelegenheid om vragen te stellen. Dus nou, laten we gaan beginnen. Sander, aan jou... Aan jou de eer. Ja, bedankt. Leuk dat we dit weer met elkaar kunnen doen. Blij dat we dit samen ook met Voyado kunnen organiseren. We willen tijdens het webinar ook graag kijken of jullie mee zijn in de trends en ontwikkelingen die we gaan bespreken. Hoe gaan we dat doen? Daar gaan we een nieuwe functie voor gebruiken in Zoom, namelijk de poll-functie. En om even te kijken of dat werkt, gaan we dat eerst eens even testen met elkaar. Dus de testpoll vandaag, om te kijken of jullie allemaal wakker zijn. Dan ga ik de poll launchen. Ja. Als het goed is, kunnen jullie nu antwoord geven op deze poll. En dan ga ik, ja, dit gaat hartstikke goed. Sommige mensen die zitten volop op de agenda. Andere mensen die zijn of bij de hand, of die hebben niet de juiste agenda bij de hand. Nou, dit werkt in ieder geval fantastisch. Kunnen we zien dat de meeste mensen zeggen van, hey, het is vandaag donderdag. Hartstikke goed. We gaan beginnen. Ik moet eventjes dit wegkrijgen, als dat lukt. Ja, dat lukt bijna. 1 seconde. We gaan door. Krijgt de poll nog? Oh, jawel. Goed. We zijn vandaag in deze webinar samen met Voyado. Xaris is ondertussen al 3 jaar partner van Voyado en is het ook gelukt om al verschillende implementaties achter de rug te hebben. We kijken altijd uit naar de index die Voyado presenteert. Dat gebeurt jaarlijks, maar voordat we daarin duiken, Matthijs, zou jij misschien kort uit kunnen leggen wie Voyado is en wat jullie doen? Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk om wederom weer samen met jullie ook een webinar te organiseren. Voyado zelf komt uit de Nordics van origine. We zitten, zoals Sander al aangaf, een aantal jaar nu ook in Nederland. We zijn een customer experience platform. Dus eigenlijk één plek waar je al je data, klantdata verzamelt. Van zowel je e-com als je POS. Om zo ja, een duidelijk 360 graden beeld van je klanten te maken. Dus dat je kan segmenteren. Om wat voor klanten gaat het hier? In welke fase van de journey zitten ze om zo ook de juiste communicatie te doen. Dus je kan ook vanuit Voyado je communicatie doen. Post, e-mail, je online ads, et cetera. Elk jaar organiseren we of doen we deze index. En eigenlijk wat we doen is, ja, aangezien wij wereldwijd nu zo'n 250 merken als klant hebben, beschikken we gewoon over enorm veel data. En dan met name binnen de retail. We zijn 100% retail-focused. En elk jaar brengen we deze index uit. En wat we doen is, we vergelijken die data met vorig jaar. Welke verschuivingen zijn er? Welke trends zijn er? Zowel online als in de winkel. Nou, dit jaar is de data gebaseerd op 410 miljoen transacties. Zowel online als in de winkel dus. En we vergelijken de data van 2021 met 2020. Om zo de voorspellingen te doen van dit jaar, dus 2022. We gaan natuurlijk door een aantal van deze stats heen. Maar jullie krijgen het volledige rapport van ons. Dus geen aantekeningen maken. Wij gaan met name kijken van wat komt er daarboven, wat valt ons op. Welke trends zijn er? Maar het volledige rapport krijgen jullie na deze sessie van ons digitaal toegestuurd. Nou, om er gelijk in te duiken. Een van de statistieken zijn de e-mailstatistieken. Ik denk een belangrijk medium. Met name als je het goed inzet, kan het een erg cost-effective medium zijn. Wat we zien is eigenlijk een enorme toename in gepersonaliseerde e-mails. Dit, als je gelijk ziet, dat heeft natuurlijk een hogere open rate. Echter zien we wel een daling in de click rate. Dus dat er daadwerkelijk geklikt wordt op de content in de mails.
Een vraag die we onszelf dan afstellen, hè? Ontvangen we misschien tegenwoordig te veel mails? Of moeten die mails toch juist nog persoonlijker? En hoe zorgen we ervoor dat de mails niet alleen geopend worden, maar dat er ook mee engaged wordt, hè? Dus dat er daadwerkelijk op geklikt wordt? Eén ding is zeker, merken worden, worden beter in de gepersonaliseerde communicatie. Maar we zijn er nog niet. Ik denk, we zien gewoon een enorme stijging met de clickrate wanneer bedrijven hun e-mails personaliseren. En dat kan best simpel. Hè? De Bijenkorf die stuurt mij mailtjes met alleen maar herenmode. Ik zie geen jurkjes of rokjes voorbij komen. Maar ook boekhandels die sturen mij juist aan de hand van de genres die ik graag lees in hun boeken. En ik krijg geen horrors of geen thrillers. Daar hou ik niet van. Ik denk, klanten die eisen tegenwoordig gewoon die hyperrelevante personalisatie en ervaring. Spray and pray communicatie werkt niet meer. Je kan dit jaar eigenlijk echt geen algemene nieuwsbrieven meer versturen. Dus wees relevant, communiceer op het juiste moment en op de juiste plek. Volgende statistiek. Het blijft natuurlijk een interessante vergelijking. De vergelijking tussen de shopgedrag van mannen en vrouwen. Wat we hier zien is dat we eigenlijk mannen bijna dubbel zoveel uitgeven als het gaat per transactie. Dus per aankoop zelf is het bonnetje eigenlijk twee keer zo hoog als vrouwen. Vrouwen kopen daarentegen wel veel vaker dan mannen, maar dus wel met een stuk lagere bedragen. Wat halen we hieruit of wat kunnen we hiermee doen met deze informatie? Mannen vinden het dus niet erg om wat meer geld uit te geven, maar met name als het gaat om high quality producten. Dus als ze weten dat het om goede kwaliteit gaat, dan vinden de heren het niet erg om wat extra geld uit te geven. Dus in je communicatie laat ook weten dat het om goede kwaliteit gaat. Dat het langdurig meegaat, dat het duurzaam is. En dan vinden de heren het niet erg om wat extra geld uit te geven. Nou, wil je die shift, wat dus nu bijna twee keer zo hoog is van het aankoop, de totale bond tussen mannen en vrouwen, iets meer gelijk krijgen? Probeer dan bij de dames juist tijdens de aankoop te focussen op up- en cross-sell. Dus wanneer je een jurkje verkoopt, welk tasje past daarbij? Of als je iets een online gadget verkoopt, welke opladers moeten daarbij? Dus zorg ervoor dat je echt gaat focussen bij de dames op de vrouwen. Hoe kan ik maar meer op upsell en cross-sell focussen? En bij heren focus op dat je op kwaliteit producten verkoopt. Als we kijken naar echt de online inzichten, het zal denk ik niemand verbazen, maar e-com blijft groeien. We blijven ook steeds meer kopen. Zou dat komen omdat we natuurlijk niet afgelopen jaar naar restaurantjes konden of lekker op vakantie, dat we daardoor meer spenderen en met name ook meer online? Het interessante is dat deze data ook met name uit de Nordics komt. Dus ik denk dat 85% van onze klanten die komt nog uit de Nordics. En afgelopen jaar stond in Nederland natuurlijk het teken volledig nog in de pandemic. Hè. Winkels moesten volledig sluiten. Het gros van het jaar waren ze dicht of deels dicht. Maar aangezien het gros van deze data ook uit de Nordics komt, is het wel interessant om te weten wat gaat er vanaf volgende week, vanaf de 25e in Nederland gebeuren. En dan is het interessant om te zien dat ook al gaan de winkels weer open, we alsnog een flinke stijging in online zullen zien. Dus online is blijvend. Omnichannel is een belangrijke aanpak, misschien belangrijker dan ooit. En je meest waardevolle loyale klanten, dat zijn klanten die zowel online als in de winkel kopen. Dus online blijft een belangrijke area. Wat je hier ook ziet is dat de hoogste order value die komt uit de oudere generatie shoppers. Dus afgelopen twee jaar, een nieuwe generatie die is online gaan winkelen. De generatie die misschien juist liever nog het dorp of de stad in ging om zijn aankopen fysiek in de winkel te doen. Maar deze generatie die gaat dus ook veel online kopen en die geeft eigenlijk het meeste geld uit. Nou, over het algemeen is de marge op je online verkopen hoger dan je online verkopen. Dus denk ook na, hoe kan ik ervoor zorgen dat nu zelf de winkels weer open gaan, je de oudere generatie ook online kan weten te houden. Ja, denk ook Matthijs dat wat we hier natuurlijk zien, die oudere generatie shoppers. Je geeft het al aan, hè, ze nieuwe generatie shoppers, maar het belang van omnichannel en gebruikersgemak en een seamless ervaring van producten online bestellen, offline af kunnen halen of ook offline weer retouren.
Dat is voor een oudere generatie veel logischer, omdat die vanuit origine waarschijnlijk veel minder mee zijn in alle ontwikkelingen die plaatsvinden. Dus die beredeneren zo'n stukje commercie meer vanuit logica dan vanuit eerdere ervaring van commercie. Waar wij met een jongere generatie natuurlijk al helemaal gewend zijn aan alle conventies die we vandaag de dag zien. Dus hoe relevant is het nu we zien dat die oudere generatie shoppers dus online al hun weg weten vinden? Dat is denk ik aan de ene kant een pluim van dat lukt. Het moet soms ook wel, maar goed, hè, het lukt. Hoe kunnen we die nu vasthouden en hoe kunnen we zorgen dat dat zo makkelijk mogelijk blijft? En als het makkelijk is voor de oudere generatie shoppers, en dan profiteren we daar uiteindelijk allemaal van, want ja, dat maakt heel die online en offline shopervaring gewoon beter geïntegreerd. Het stemt beter op elkaar af. Absoluut. In alle gevallen zeer relevant. Ja, wat we bespraken natuurlijk net al, hè, dat we meer online zijn gaan shoppen. Dat is in Nederland in ieder geval natuurlijk een open deur. Maar met name dus het feit dat in de Nordics, waar in principe de winkels gewoon heel het jaar open waren, alsnog een flinke stijging van 6% is te zien. Dat gaat ook aangeven dat in Nederland we niet massaal weer terug naar de winkels gaan. We zullen ook in de winkels winkelen, maar online blijft een belangrijk kanaal en daar zal je moeten blijven investeren. Ja. Ja, Matthijs, je sprak net natuurlijk over een stukje personalisatie. Hè? Vertelde ja. Dat steeds meer bedrijven focussen op het leveren van gepersonaliseerde content. Wij zijn er met onze klanten natuurlijk ook veel mee bezig. Al blijft personalisatie wel een complex en soms ook wel een ontastbaar onderwerp. Wat betekent het nou echt en wanneer ben je er dan? Is er een eindpunt of niet? Hoe kan je dat nou makkelijker maken? Wij zien zelf echt als eerste stap in personalisatie en segmentatie. Lukt het om je echt belangrijke klanten al te zien? Heb je die al zichtbaar? Heb je die al voor je? Lukt het op basis van die segmenten al je communicatie aan te passen? Het klinkt misschien logisch of eenvoudig, maar in veel gevallen zal het nog lastig zijn. Dus vandaar ook weer een volgende poll om even aan jullie te vragen of dit al lukt. Hoe ver staat jouw organisatie met segmentatie? Nog niet actief mee bezig of al wel mee bezig, maar het staat nog in de kinderschoenen. We zijn goed op weg of ver gevorderd? Nou, ik zie de antwoorden ondertussen binnenstromen. Heel veel geven toch wel aan in de tweede, sommigen in de derde. En zelfs één in ver gevorderd te zitten. Dus er wordt al veel mee gedaan. Het is belangrijk om te zien dat er dus dat er actief naar gekeken wordt. Maar staat in veel gevallen toch nog in de kinderschoenen. Dat is ook wel wat we hadden verwacht. Dus nou, daar zit een stukje eenheid, denk ik. Als we kijken naar een eenvoudig voorbeeld, hè, zo'n segment. Wat voor segment zou je kunnen onderscheiden? Je hebt bijvoorbeeld een collectie of nieuwe collectiekopers ten opzichte van salekopers. Wat is je berichtgeving richting die verschillende segmenten? Hoe benader je die klanten? Lukt het om misschien wel een stukje conversie toe te passen, dat je die salekopers meer naar je toe gaat trekken om marge te vergroten, om ze in een nieuwe collectie kopers te krijgen? Ja, lukt dat? Lukt dat niet? Heb je dat al inzichtelijk? Wat heb je daar nou voor nodig? Moet je dan gelijk starten met een customer data platform? Is dat de eerste stap? Natuurlijk, een customer data platform is uitermate geschikt voor het verzamelen van data en daar analyses op toepassen. Ook heb je natuurlijk dataplatformen zoals een Power BI waar heel veel zaken in mogelijk zijn. Waar overigens CDP's zoals ook Foyado een hele goede extensierichting hebben om daar de data verder te analyseren. Maar misschien ben je zelf wel skilled en heel erg vaardig om daar al mee te gaan knutselen. We zien wel vaak dat er wat specialistische kennis nodig is om het goed in te richten. Dan komen wij natuurlijk ook vaak naar boven als partner om daarmee te helpen. En wat eigenlijk natuurlijk centraal staat in het verzamelen van die data, het analyseren van die data, is een gedeelte het personaliseren van die ervaring op je online kanalen. Hè? Zowel in je e-mailberichten, dus je communicatie, als op je site. Het gebruik van banners. Het ook slim gebruik maken van landingspagina's bijvoorbeeld. Hè? Dus iemand heeft een zoekintentie, die start vanuit Google. Hoe kan je die ervaring doortrekken naar online?
lukt dat in eerste instantie om die klanten natuurlijk te zien. En daarna, als dat dan zo is, kan je goed inzichtelijk krijgen wat dan het resultaat is van die actie. Gebruik je de juiste copy. Dus zorg je ervoor dat je op je productdetailpagina aan je juiste klantsegment het juiste bericht toont. Bijvoorbeeld slechts één paar schoenen is nog beschikbaar. Of nog één stuk op voorraad of wees er snel bij. Het zijn allemaal verschillende manieren om hetzelfde bericht te vertellen. Maar het heeft een andere manier van overbrengen. Dus dat voor dit onderdeel. Als we gaan kijken naar third party cookies. Een onderwerp wat we vandaag de dag veel in het nieuws voorbij zien komen. Ze zijn nog niet verdwenen. Dat gaat wel gebeuren. De verwachting is nu eind 2023 dat Chrome de third party cookies niet meer toe gaat staan. In het kort, third party cookies zorgen ervoor dat derde partijen dus data kunnen verzamelen van je klanten. Bijvoorbeeld Facebook of Google. Waar we ook veel omzet vandaan zien komen. Hè? Dus veel omzet komt of uit Google Ads of uit social ads. Is ook een heel belangrijk kanaal om goed in te zetten. En de bodemlaag daarvan is natuurlijk data. Nou, wat gebeurt er op het moment dat je niet meer je volledige zekerheid hebt over die bodemlaag? Dus als die data of niet compleet is of vertroebeld of die is gewoon niet beschikbaar. Wat gaat er dan met je omzet gebeuren? Nou, we kunnen nu de juiste voorbereidingen treffen om te bewegen richting first party data. Oftewel eigen klantdata. Zorgen dat je zelf die data gaat verzamelen. Dat je zelf gaat zorgen dat je eigenaar wordt van een stuk klantdata om dat uiteindelijk te gaan analyseren. En dat start eigenlijk bij een belangrijk onderdeel waar Voyado ook veel mee bezig is. Matthijs, dat vragen van consent, hoe zie jij dat? Ja, kijk dat die third-party data gaat verdwijnen, dat is gewoon een feit. Hè? Het is wat je aangaf uitgeschoven naar 2023. Maar het is dus eigenlijk belangrijk dat je weet zo meteen niet meer aan de hand van mijn Facebook voorkeuren dat ik van blauwe hemden hou. Die data kan je niet meer gebruiken. Dus je moet op een slimmere manier nu steeds meer data over je eigen klanten verzamelen. Nou, een hele hoop data heb je waarschijnlijk al aan de hand van mijn aankoopgedrag. Hè, dat ik bepaalde kleuren misschien vaak koop, of bepaalde producten wel of bepaalde niet. Maar misschien is het nog steeds lastig om te weten wat mijn favoriete merken zijn. En het is dus eigenlijk de kunst om vanaf nu, als je dat niet doet, steeds meer data, persoonlijke first party data te verzamelen over jouw klanten. Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat als wanneer ik een aankoop doe, dat ik een hele survey met 20 vragen krijg over wat voor een persoon ik ben, wat mijn voorkeuren zijn en wat ik graag koop. Dit kan je eigenlijk het best gewoon geleidelijk doen. Ik denk, een leuk voorbeeld, Rituals, die stuurde me gisteren een mail met, hey, wat is nou het beste moment om jou te benaderen? Is dat 's morgens of is dat 's avonds? Voor mij is het alleen maar, het is één keer klikken. En voor mij is het best wel prettig, want ik krijg dan nu op het juiste moment hun mails binnen. Je moet er ook mee oppassen. 40% heeft wel aangegeven dat ze wel eens een aankoop hebben geweigerd, omdat je te veel persoonlijke informatie moest geven. Maar wat positief is 44% zegt dat je het oké vindt om persoonlijke informatie te geven, wanneer ik daarvoor in ruil relevante content of aanbiedingen krijg. Bij het onboardingproces van Otrium wordt gevraagd wat zijn mijn favoriete merken. En ik krijg nu altijd mijn favoriete merken in mijn marketingcommunicatie. En dat is veel prettiger dan dat ik merken naar boven kom waarvan ik me helemaal niet geassocieerd wil worden bijvoorbeeld. Ja. Dus je hebt al een hele hoop data, maar hoe ga je slimmer data verzamelen? En niet in één keer, maar stapsgewijs. Ja. Ja. En wij zijn natuurlijk benieuwd in hoeverre jullie al bezig zijn met first party data. Is dat al op orde? Gebeurt er al wat mee? Dus weer een nieuwe poll. Wij hebben onze first party data op orde. Ja, met een uitroepteken. Nee, zonder uitroepteken. Of geen idee. En wat we eigenlijk ook al verwacht hadden. Het voelt ook een beetje als een onderwerp wat wel veel besproken wordt, maar ja, het is ook een beetje ontastbaar. Wat moet je nou doen? En wat vaak ook wel een gevoel is wat je zou kunnen bekruipen is, loop ik nou echt enorm achter? De antwoorden die we nu binnenkrijgen zijn eigenlijk alleen maar nee of geen idee. Dus nou, ook daarin vind je weer een stukje eenheid. Je bent niet alleen, de meeste mensen die in deze webinar aanwezig zijn, die zijn nog niet actief bezig met first party data. Overigens komen er nu weer nieuwe antwoorden binnen. Maar goed. We hebben wel goed nieuws, want we willen niet in de mineur eindigen van dit onderwerp. Je hebt vaak al meer data dan je denkt.
op het moment dat je al online verkoopt, beschik je al over je e-commerce data en daarmee klantdata, orderdata. En daar valt al heel veel van te vinden. Dus daar kan je echt al heel veel mee. En als het lukt om die first party data vast te gaan leggen, analyseren, dan kom je natuurlijk een stuk op, terug op het stukje personalisatie en segmentatie. En dan kan je die groepen gaan onderscheiden. En dan kan je daar weer je communicatie op aan gaan passen. Dat is weer zo'n cirkel die weer rond is. En uiteindelijk, op het moment dat die cookies dus verdwenen zijn, kan je die bulk data wel zelf vanuit jouw first party data platform aanleveren aan Google of Facebook. Om daarop dus je social advertenties weer te gaan initiëren. Omnichannel. Maar dan echt. Ik denk dat we de afgelopen jaren verschillende termen langs hebben horen komen. Waaronder omnichannel natuurlijk heel vaak. Hoe zeg je het nou echt goed in? Beetje benieuwd. Zijn jullie de term omnichannel ondertussen al zat? Het wordt tegenwoordig ook wel eens Unified Commerce genoemd. Het valt nog mee. Ik was verwacht dat heel veel mensen er helemaal klaar mee waren. Nee, wij in ieder geval absoluut nog niet. Nee, zeker niet. We zien juist wat Matthijs ook in het begin aangaf. Nu de echt absolute relevantie om op een goede manier omnichannel in te zetten. Waarom? We zien ook in het rapport van Viado terug dat omnichannel klanten meer waarde leveren dan single-channel klanten. Is op zich natuurlijk ook wel logisch. Op het moment dat je je klant op meerdere touchpoints kan benaderen en dat je dus meer kans hebt om die klant een persoonlijkere of een betere ervaring te geven. Nou, en je benut dat goed, dat die klant ook daadwerkelijk meer waarde gaat leveren. Hij heeft tenslotte ook veel meer plekken waar die waarde kan toevoegen aan je organisatie. Maar desalniettemin is het natuurlijk relevant om hierbij stil te staan dat als je de gelegenheid hebt, dat je daar ook op de goede manier gebruik van maakt. En waar begint het dan mee? Is het begrijpen van de klantreis. Snap je waar klanten binnenkomen? Geef je dezelfde ervaring in offline, online, dezelfde aanbod, kortingen? Klopt dat? Kun je iemand vanuit een winkelbezoek, online of offline, tracken? En dan uiteindelijk ook zien dat hij op een ander kanaal een aankoop heeft gedaan. Dus zie je offline dat een klant binnenkomt en kan je die online uiteindelijk weer terugvinden. En hoe kan je daar dus wijze lessen uit halen? Wat is een webinar zonder het aanhalen van Cialdini? Een stukje consistentie is daarin van belang. Ik denk evident natuurlijk aan wat we hier aan het bespreken zijn. Gebruik die banners die in je mail staat ook op een bepaalde manier weer terug op je site. Misschien lukt het zelfs om dat offline ook weer terug te laten komen. Dat zou heel sterk kunnen zijn. Kortingen doorvertalen naar de winkel. Heeft ook te maken met wat ik in het begin ook al kort aangaf. Hè? Dus een online bestelling offline op kunnen halen of kunnen ruilen in de winkel. Dat het voor de klant altijd, dat de klant altijd het gevoel heeft dat het zo makkelijk mogelijk en zo snel mogelijk opgelost kan worden. Heeft niet zozeer direct iets met systemen te maken, maar echt iets meer met een visie op een stuk bedrijfsvoering. En Matthijs, wat dit ook vaak raakt, hè, omnichannel, is loyalty. Voyado is gestart voorheen als loyalty oplossing. Nu met de trends van afgelopen jaar, hè, die we in het begin hebben besproken, met de visie op het komende jaar. Hoe zie jij loyalty? Ja, nee. Een van de dingen die we heel erg ook terugzien en lezen is dat acquisitiekosten die worden gewoon steeds duurder. Dus 9 van onze 10 van onze klanten die focussen echt op retentie. Hoe kunnen we onze klanten loyaler maken? En loyalty is meer dan punten sparen. Het gaat echt een stuk verder, denk ik. En dat zijn ook hele leuke gesprekken die we laatst tijd voeren. Wat betekent loyalty voor jou eigenlijk? En ik denk uiteindelijk draait loyalty om waarde creëren. Waarde voor je klanten, een added value waardoor ze terugkeren. En dat kan zijn dat als ik een linnen overhemd koop, dat ik daarna een video krijg hoe je het linnen overhemd het best kan wassen, zodat ik hem vaker dan 1 keer kan dragen. Maar 52% van de consumenten die geeft ook aan dat ze een product eerder kopen als je dezelfde value deelt. Ik denk een super voorbeeld, hè, en we zijn daar nog niet, hè, maar is Patagonia super bezig met duurzaam. En ik denk dat duurzaamheid voor veel Nederlanders steeds belangrijker wordt. Geven nooit korting, maar toch groeien ze enorm.
State of Art, een lokale speler, die deelt natuurlijk de passie voor all-time of classic cars. En met name Porsches. Maar die hebben toch, dat delen ze wel duidelijk in hun values. Dus ik zou ook zeggen, denk eens na van wat zijn onze values van ons merk. Dat kan duurzaamheid zijn, maar dat kan ook iets heel anders zijn. En deel dat ook met je klanten. Nou, daarnaast, loyalty campagnes zijn dus inderdaad meer dan punten sparen. Je kan natuurlijk van een silver naar een gold member gaan. En wat betekent een gold member dan? Krijg ik early access voor bepaalde nieuwe producten? Of word ik dan uitgenodigd voor speciale events? Dus conclusie, focus op added value, focus op waarde creëren, in plaats van een ouderwetse loyalty campagne, om het zo te zeggen. Ja, we zien ook steeds vaker programma's, loyalty programma's voorbij komen die helemaal niet geënt zijn op het sparen van punten of het initiëren van een nieuwe aankoopintentie. Dus dat is eigenlijk helemaal losgetrokken. Dus veel meer geënt op hoe gaan we nou mee in die klantreis om de juiste zaak te informeren. Hè? Met dat linnen overhemd wat je aanhaalde, Matthijs. Absoluut. Ja, absoluut. Een laatste trend die we afgelopen jaar ook meer en meer zien eigenlijk. En dan ben ik vooral ook benieuwd hoe jullie dat zien, Matthijs, bij Verjado. Vanuit het servicen van heel veel merken is een stuk social commerce. Is dat echt opkomend, ook hier in Nederland? Ja, ik denk dat de afgelopen jaren hebben we natuurlijk gezien dat influencers steeds meer ingezet worden door merken. En dan heb ik het niet alleen over een post op Instagram met een linkje naar een product, maar veel meer ook dat influencers het merk zelf mee associëren en echt klanten daarmee mee binden. Eigenlijk ontstaan door de pandemie misschien, maar wat super effectief werkt in China, maar ook nu al flink mee wordt gewerkt door onze klanten in de Nordics, is live shopping. Dus daadwerkelijk live producten kunnen kopen met live video. Een goed platform daarvoor om mee te experimenteren is TikTok. En toen ik dat hoorde, dacht ik ook van, hey, dat is toch echt voor de jongere generatie. Ik heb een broertje en een zusje van 9, die zitten toch juist op TikTok. Maar wat blijkt is dat het grootste deel van TikTok-gebruikers is inmiddels al boven de 25. Dus die hebben echt wel, die kunnen geld spenderen. Dus experimenteer daarmee, dat zou mijn tip zijn. Interessant. Goed, we moeten natuurlijk ook wel wat meegeven waar jullie morgen gelijk mee aan de slag kunnen gaan. Heel logisch is natuurlijk om de Verjado-index goed door te nemen. Er staat veel informatie in. Je krijgt hem per mail toegestuurd. En denk nog eens na over slimme manieren om meer data te gaan verzamelen. Dat voorbeeld wat Matthijs aanhaalde, wanneer dat er wordt gevraagd wanneer je benaderd wil worden door een bedrijf, 's ochtends en 's avonds. Als je vanuit dat perspectief gaat kijken, zijn er natuurlijk veel meer dingen te verzinnen om relevanter te zijn voor je klant en dat je ze niet dwars gaat zitten. Stap daarnaast natuurlijk om aan de slag te gaan met first party data. Je mag die term ook helemaal loslaten en noem het eigen data of geef het een naam zodat het iets behapbaarder wordt. Maar er is al heel veel voorhanden waar je waarschijnlijk gelijk mee aan de slag kan gaan. En worstel je daarmee, dan mag je ons altijd bellen. Denk na over verbeteringen van omnichannel. En daarmee ook loyalty. Hoe kan je dat nou nog beter inzetten? Wat dus de waarde van jouw klanten, van jouw core klanten, echt behartigt? En nog wel een leuke, wat Matthijs net zei. Ga experimenteren met live shopping. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als daar een mooie casus uit voortkomt. Dat brengt ons bij het einde van deze webinar. En dat betekent dat we nog wat ruimte hebben voor eventuele vragen. Dan ga ik even kijken naar de host. Ik zag sowieso één vraag van Esther binnenkomen. Hoe zien jullie de rol van marketplaces in consistentie en loyalty? Ik vind het wel leuk om in ieder geval op het gebied van loyalty die te beantwoorden. Want wat ik was bij Retail Trends 3 maanden geleden. En wat ze ook aangaven is als wanneer je je producten via externe marketplaces, hè, Zalando Lounge of Otrium verkoopt, dat je vaak minder klantdata ontvangt, die natuurlijk wel essentieel belang is. Nu heeft een klant van ons, Hogloves, een soort Patagonia uit de Nordics, een best wel duurzaam merk met outdoor jassen. Die hebben in hun labeltje een mini QR-code toegevoegd. Dus ook als je hem in een externe winkel koopt of in een andere marketplace,
kan je die QR-code scannen en alsnog je gegevens uploaden. Om natuurlijk die klant te leren kennen. Nu is dat het doel natuurlijk niet. Het doel om die gegevens up te loaden is zodat je ook de juiste service erbij krijgt. Hè. Dus is die jas kapot, dan kan je hem juist ook bij een service point gratis laten maken. Omdat dat je hem niet hoeft weg te gooien, maar juist langer kan gebruiken. Maar dat zijn wel interessante manieren om ook juist binnen marketplaces alsnog extra data te verzamelen van of informatie te verzamelen voor je klanten om zo die persoonlijke ervaring te kunnen delen. Ja, ik denk dat het een beetje dezelfde casus is op het moment dat je, of dat het te vergelijken is met B2B verkoop. Hè? Je verkoopt iets ergens, maar je mist uiteindelijk de interactie en de data van de eindconsument. Dus op wat voor manier kan je daar nou ergens toch tussen gaan zitten? Door bijvoorbeeld op een QR of een andere manier om toch die klant te triggeren naar je eigen shop. Of op een bepaalde manier toch een touchpoint te forceren, is misschien niet het juiste woord, maar te initiëren met zo'n klant. Leren. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik hoop dat we je vraag daarmee goed hebben beantwoord, Esther. Ik denk dat we een duidelijk verhaal hebben neergezet, Matthijs. Dat is top. Zeker. Dan wil ik denk ik... dat was hem dan. Ja, hartstikke bedankt Sander en Matthijs voor de interessante inzichten en de tips. Zoals gezegd, jullie ontvangen allemaal de index in jullie mailbox. En we zullen daarbij ook de opname van het webinar meesturen en de presentatie. Zodat jullie nog eens op het gemak weer terug kunnen lezen. En als er geen verdere vragen zijn... Ik zie nog één keer binnenkomen van Tanja, volgens mij trouwens. Ik zie het. Was de QR-code uniek per verkoop? Het was zeg maar één QR-code per product. Dus dan wist je van deze persoon heeft jas X gekocht. Dus aan de hand van, dat was het de eerste informatie. En daarna kwam er informatie in toegevoegd wanneer je de QR-code invulde, zeg maar. Oké, dat daarmee beantwoord is. Ja, dankjewel. Ja. Nou, hartstikke bedankt voor het meeluisteren. Mocht je nou na afloop toch nog een vraag te binnen schieten, dan kunnen jullie natuurlijk altijd mailen naar info@xaris.nl. En dan zorgen we dat de vraag beantwoord wordt. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. En dank Sander en Matthijs nogmaals voor het webinar. En we zien jullie graag de volgende keer weer. Tot ziens. Dankjewel.